U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag hadden we te maken met stevige buien in het noorden van het land. En op de Waddenzee leidde dat tot waterhozen. Prachtige foto's, maar het is niet helemaal zonder gevaar. Want bij waterhozen kunnen windsnelheden van 100 km per uur optreden. Of misschien zelfs nog wel iets meer. Maar het is heel kleinschalig. En dat betekent dat het, net als een speld in de Hooiberg, de kans heel klein is dat zo'n waterhoos jou ook daadwerkelijk treft. Op de radar zagen die buien er zo uit. Vooral in het gebied... Tussen Tussen Friesland en, laten we zeggen, Terschelling-Ameland kwamen die felle buien voor. In de loop van de ochtend en aan het begin van de middag werden ze langzaam minder actief en vonden we ze alleen nog boven land. De activiteit van de buien neemt verder af de komende uren. Op de satellietfoto ook goed zichtbaar de buien, maar daaromheen ook brede opklaringen Nederland ligt in de cirkel. En dat betekent dat het weerbeeld over het algemeen toch heel vriendelijk was. We moeten kijken voor het weer wat er aankomt in het zuidwesten van eh, de regio. En dat betekent dat deze bewolking geleidelijk aan onze kant opkomt. Meer bewolking dus voor morgen, maar zover is het nog niet. Eerst een avond waarin de bewolking grotendeels gaat oplossen, waarin het droog is en de temperatuur zo tussen de 16 en 18 graden ligt. Nog steeds een noordoostelijke wind. Die wind gaat langzaamaan draaien aan het eind van de nacht. In de nacht langzaam toenemende bewolking vanuit het zuidwesten en een temperatuur van een graad of 12. Morgen, steeds minder ruimte voor de zon. In de ochtend al een enkele bui, vooral in het zuiden van het land. En in de loop van de dag komen we die buien op steeds meer plaatsen tegen. De wind wordt als gezegd zuidwestelijk, matig kracht 3 tot 4. En de temperaturen halen langs de kust nog een graad of 19. En in het uiterste oosten van het land de hoogste temperaturen tot maximaal zo'n 22 graden. De lange termijn laat wisselvallig weer zien met zaterdag en zondag geregeld buien. De meeste vallen in het binnenland en er kan best eens een keer een klap onweer bij voorkomen. Temperaturen liggen zo rond de 18 of 19 graden. Dat verandert maandag niet, maar de buienkans neemt dan langzaam wel wat af. En op alle dagen is er gelukkig ook ruimte voor de zon. Wat doet de temperatuur daarna? Waarschijnlijk dipt hij op de maandag. Daarna loopt hij voorzichtig weer wat op. En dan komen we in de loop van volgende week toch weer in de buurt van de 20 graden uit. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl